Liefde is niet iets wat magischerwijze ontstaat. Verliefdheid wel. Weet je, je vindt iemand leuk. Oeps, in één keer uit het niets. Maar houden van iemand, dat is bouwen. Dat is iets doen voor een ander. Jezelf verzorgen. Denk aan je gezondheid. Misschien een keertje naar de sportschool gaan. Zelf een betrouwbaar persoon worden. Steeds meer en meer en meer. De ander daarmee bewijzen dat die op jou kan bouwen. Nieuwe dingen doen, renoveren in een relatie. Want als je naar een relatie kijkt, ik zit 8 jaar in een relatie. Als het gaat om, als je het vergelijkt met een huis. Dan zeg maar, je zit 8 jaar, woon je in een huis. Ja, dat is dus de relatie. En je gaat nooit zeg maar kijken van, hé, wat is er mis met het fornuis? Misschien moet ik die even schoonmaken. Of, misschien hebben de muren een ander likje verf nodig. Even een andere kleur. En misschien even anders inrichten. Het staat al zo lang op zo'n manier. En het is het leven, zeg maar, mijn vrouw die fleurt het huis van ons op. Constant dingen aan het verplaatsen of bloemen aan het zetten, noem maar op. En waardoor wanneer ik de volgende ochtend wakker word, zie ik weer nieuwe dingen. Denk ik, wauw, wat leuk. En dit principe geldt hetzelfde voor relaties. Je kan verliefdheid, weet je wel, verliefdheid ontstaat. Je kan het ook weer snel verliezen. Maar liefde, als je er niet aan bouwt, als je het niet zeg maar renoveert, vernieuwt, dan kan het gaan aftakelen, afbrokkelen. Ik had ooit een vriend die vroeg toen ik met hem een koffietje ging drinken in Gorinchem bij een café. Hij zei, Marco, toen zat ik iets van 4-5 jaar in de relatie waar ik nu nog steeds in zit en heel gelukkig in ben. Hij zei, hoe hou je je relatie spannend? Want hij raakte na 2 jaar verveeld in zijn relatie. En ik weet niet eens meer wat ik daarop antwoordde, maar ik denk wel dat de conclusie neerkomt op het bericht wat ik met jou nu deel. Je verwacht niet dat, ik was ooit verliefd, waarom ben ik vandaag niet verliefd? Nou, dat ligt aan jezelf, wil ik zeggen. En dat is ook helemaal oké. Misschien ontstaat er twijfel. Wil je in de relatie blijven? Dat kan ook gebeuren. Dat kan ook gebeuren. En het is ook oké, stel jezelf de eerlijke vragen. Ik zeg soms tegen mijn vrouw echt dingen waarvan je denkt, zo, dat moet je niet tegen een vrouw zeggen. Maar ze waardeert wel mijn eerlijkheid. En zij zegt ook tegen mij, als je dit en dat en zus en zo doet en blijft doen. En dat is gewoon, dat vindt ze niet leuk. Dus in één keer verander ik op een dag. En dan zeg ik, ik ben niet voor jou veranderd, maar voor mezelf veranderd. Maar jij hebt mij geholpen om een betere versie van mij te worden. En ik denk dat wanneer je in een relatie zit, en het is jaren verder, misschien maanden verder ben je al verveeld, hè. En je bent elkaar niet aan het prikkelen, weet je wel. Ik bedoel niet ruzies, hè, maar gewoon een beetje aan het testen. Oh, ik bedoel ook niet pesten, testen. Een beetje plagen. Waardoor de ander denkt, oké. En dan ga je nadenken, maar hé, ik bijvoorbeeld, wanneer ik chocola koop, chips koop, koop ik een Red Bull, heb ik even een cheat day of cheat meal, eet ik nog pizza, dan vreet ik als beest gewoon soms. En dan kijkt ze naar mij en zegt ze, ik vind het echt vies hoe je dingen eet en ik hoor je zo eten. En ze kan er niet tegen wanneer iemand zeg maar helemaal aan het smakken is. Dus ik, in een keer begin ik te letten op dat ik smak. Begin ik netter te eten. Begint zij mij ook weer aantrekkelijker te vinden. Omdat ik niet als een varken tijdens zo'n cheat day, waarbij ik lekker mag eten en drinken wat ik wil, tekeer ga.